Het buitenlands bedrijf dat een waterbron moet boren in Henaar blijkt niet in staat te zijn om een paar honderden meters vanuit de rivierbodem drinkwater naar boven te halen. Dit was de mening van VHP-parlementariër Dil Sharman, die hij gisteren deelde tijdens een openbare vergadering. Sharman doelt op de diepwaterhaven in Ikeri, waarvan het startsein vorig jaar is gegeven en ook als doel heeft om een waterbron aan te leggen. Sharman vindt dat er nog niets van de grond komt, omdat het werk aan een bedrijf is gegund dat niet in staat is de job te klaren. Vandaar dat we anderhalf jaar verder nog niet in staat zijn water aan te bieden. Het meest hoognodige dat de mens nodig heeft, water, niet in staat zijn. Burgers van Ikeri, mensen die ook voor deze partij, deze regering en deze president hebben gestemd. Ik roep op om daar voortvarendheid bij te zetten, heer voorzitter, dat het snel kan gebeuren. Ook NDP-parlementariër Annie Sadi had vragen over de diepwaterhaven die allerlei havenfaciliteiten zal bieden. Ze benadrukte dat de gedachtegang goed is, maar dat er vele risico's zijn bij zulke grote investeringen. Ook twijfelt Sadi aan de competenties van het bedrijf. Heeft men een concreet businessplan ingediend? Zo ja, graag met DNA delen. De 35 hectare Bigipan-gebied kan men een milieustudie overleggen. Wat gaat het de staat via grondinbreng en Paramaribo-haven participatie kosten? Focus is gasaanlading en energieopwekking. Guyana is bijna klaar met een soortgelijk project waar Guyana en heel westkant van Suriname kan worden voorzien. Wie zijn straks de afnemers? Indien focus op LNG, dus vloeibaar gas, op een steenworp afstand. Kijk naar Trinidad en Golf van Mexico. Wemelt het van exportterminal. Wie is geïnteresseerd in Ikeri waar modderbanken een risico opleveren voor grote tankers? Indien men containeroverslag beoogt, waar komen de volumes vandaan? Sydney Haven doet ongeveer 70.000 per jaar, tezamen met Susansdal, Kuldip Singh en Paranam. Denk dat Ikeri alleen de westkant kan verzorgen. Sadi zegt dat een internationale haven tenminste 300.000 containers per jaar moet kunnen lossen en laden, wat nu nog niet het geval is volgens de planning. Het DNA-lid drukte de regering op het hart om het businessplan van het bedrijf te presenteren.